Ja, ik ben wel tevreden over het spel. We hebben eigenlijk in de 4 wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, hebben we 2 wedstrijden echt kunnen domineren. Met name de thuiswedstrijden, Jong PSV en Cambuur. Vond ik 2 goede wedstrijden. Uitwedstrijd MVV matig begonnen. Waarin we het initiatief van de tegenstander laten. Naderhand ook meer kunnen doen. En uiteindelijk niet onverdiend gewonnen. Tegen Cambuur denk ik onverdiend verloren. En tegen Twente, ja, ben ik ook tevreden over het spel. Al moet je ook zo eerlijk zijn dat we in de tweede helft eigenlijk niet of nauwelijks meer zelf aan voetbal toekomen. Maar we in die fase er wel voor zorgen dat Twente eigenlijk heel weinig kansen weet te creëren. En gezien de situatie, Twente en onze situatie, vind ik dat een compliment waard. Al wil je natuurlijk altijd meer laten zien aan de bal dan wij in de tweede helft deden. Maar ja, het resultaat was fantastisch. En ik kan moeilijk ontevreden zijn als wij 9 punten uit 4 wedstrijden halen. Ja, dat was een hele lastige periode. Ik heb het ook wel elders ook aangegeven. Ik vind het een vorm van amateurisme en ook een vorm van competitievervalsing. Dat wij, terwijl een competitie al gestart is, een professionele competitie gestart is, dat het dan nog mogelijk is dat clubs bij elkaar vanuit eenzelfde competitie spelers kunnen weghalen. Dat vind ik, dat moeten we eigenlijk met z'n allen niet willen. Ik ben ook nog nooit iemand tegengekomen die het met me oneens is. En toch gaat het elk jaar maar door. Ik vind dat de transferwindow, zeker in een competitie hè, met dezelfde clubs, absoluut voor de start van de competitie moet sluiten. Daar heb ik, het is vandaag maandag. We hebben vandaag een gesprek met elkaar. En de intentie is om daaruit te komen. Poeh, we zijn pas 4 wedstrijden onderweg. Kijk, natuurlijk zijn er grote budgettaire verschillen, maar die zie je op het veld niet altijd terug. Uiteindelijk zou je moeten zeggen dat als je daarna kijkt, dat aan het eind van het seizoen de clubs met hele grote budgetten ook bovenin zouden moeten kunnen staan. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren, maar dat laat onverlet dat ik zelden een competitie heb meegemaakt waarin de verschillen zo klein zijn. Wij winnen uit van Twente, we spelen komende vrijdag uit Volendam. Dat zijn wedstrijden waarin je heel makkelijk punten kunt halen, maar ook heel makkelijk kunt verspelen. En dat geldt ook voor ons. Het enige wat ik van ons vind is dat we een hele volwassen selectie hebben met een hele sterke teamspirit. Nou, het is aan ons om dat gewoon elke week te laten zien. Zeker ook bij wedstrijden waarin je zogenaamd meer kans zou hebben. Ik denk dat je daar in deze competitie heel erg voorzichtig in moet zijn. Mannen van mijn leeftijd, die dachten we gaan een oud merk weer nieuw leven inblazen, Exota. En ze vonden het ook leuk om zich via ons te profileren. Nou, en ik meen echt serieus, natuurlijk ik ben zo commercieel als de pest. Maar ik vind het ook nog heel erg lekker, al is deze net niet koud genoeg. Hij moet iets kouder, maar dat zien jullie niet, maar ik vind het hartstikke lekker. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, een lekkere Exota, maar lekkere echte suiker.